Hey yo mensen, nieuw hier en welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Spring Break Pack. Vandaag is het alweer tijd voor aflevering 10 En ook vandaag staan er weer een aantal Leuke dingen gepland, ik wil namelijk Vandaag mijn basis uit gaan breiden Door middel van de dust mod, door middel van De better nether mod, en misschien ook Een klein beetje plight energistics, maar ik moet even Kijken hoe we gaan uh, zitten qua tijd Voor nu gaan we in ieder geval naar beneden toe, ik wil namelijk Allereerst wat zand gaan verzamelen Dus we gaan eventjes een paar rondjes draaien En dan gaan we eens even kijken of we hier wat zand Vandaan kunnen gaan regelen, nou dat moet niet altijd een groot Probleem gaan worden, Lekker veen vein mine uh, hopke. en dan gaan we eens even Kijken of we hiermee een uitbreiding aan ons huis kunnen gaan maken. Want ik heb een beetje zitten kijken hoe ik het aan wil gaan pakken. Maar ik denk dat ik de voorgevel van mijn huis, dus hier zo, dat ik die uit wil gaan breiden. Een beetje door wil gaan trekken, tot aan laten we zeggen hier zo. Dan wil ik aan deze kant een deur gaan maken. Dat daar gewoon zeg maar mijn ingang voor Nature's Aura komt. En vervolgens wil ik hier ook een deur gaan maken. En dan ga ik hier mijn Fishy Totem neerzetten. Omdat ik die vandaag eventjes wat beter wil gaan maken. Een beetje wil gaan automatiseren. Het kan niet helemaal geautomatiseerd worden. Omdat de mod gewoon niet echt helemaal handig en lekker werkt. Maar daar kom ik zo meteen wel even verder op. Dus wat we lekker gaan doen voor nu is uh, even, even vliegen. En dan gaan we eens even kijken waar we naar af gaan reizen. Want ik wil dus vandaag een beetje een avontuurlijke episode ervan gaan maken. Ik wil wat gaan exploren in de nether en ook in de overworld. We gaan dus onder andere op zoek naar wat meteorieten. En ik weet toevallig, omdat ik natuurlijk al een uh, tijdje hier woon, weet ik dat hier de eerste meteoriet al te vinden is. Dus wat ik even ga doen is hier een mooi uh, gat in maken. Dat is tenminste het idee. Ik kan denk ik wel vrij snel inkomen zo. En dan gaan we natuurlijk hier allereerst eventjes een chest zoeken. En even kijken, chestje. Hallo, moeten we van naar beneden toe? Zou best kunnen. Uh, Even kijken, ik moet die chest hebben. Chestje, hallo. Ah, hier is hij al, ik was weer blind. Zo, en dan gaan we hier vandaan de inscribers pakken. Natuurlijk hebben wij vier inscribers. Ik zal eventjes erbij pakken voor de mensen die niet weten hoe deze mod precies werkt. Kan het me bijna niet voorstellen. Maar met deze inscribers kunnen wij Applied Energetics gaan beginnen. Wil ik waarschijnlijk niet vandaag gaan doen. Maar wel in de volgende aflevering. Ik heb ook een add-on van Applied Energetics erin zitten. Genaamd Lazy Applied Energetics. En natuurlijk ben ik vrij lazy. Dus ik denk dat het wel echt een mod voor mij gaat zijn. Gewoon puur dat gegrind van deze mod. Vooral gewoon voor het begin. Voor het maken van de onderdelen ervan. Is vaak heel erg lang en langdradig en saai en noem het allemaal op. Echt gewoon vervelend werk om te doen. Dus hopelijk gaat Lazy AI toe hier een, een helpende hand in bieden. Maar voor nu hebben we een achievement binnen. Gaan we even lekker door de nacht heen slapen. En dan gaan we dus even verder onderzoeken of er hier in de buurt nog meteorieten te vinden zijn. En ook of er nog meer structures te vinden zijn. We gaan het zien. En de eerste stop van vandaag is natuurlijk bij de Origin. Om eventjes te kijken hoe ver beide apparaten zijn. Maar ik weet echt bijna zeker hoor jongens. Dat dit apparaatje, het nieuwe apparaatje, de oude setup in gaat halen. We gaan gewoon eventjes kijken hoe ver ze beide zijn. Deze zit bijna op de 20 miljoen. Dus dat gaat echt vrij snel. En dit ding zit bijna op de 60 miljoen. Ja, sowieso jongens. Dit ding gaat eerder klaar zijn dan deze hier. Ik heb ook gelijk even wat hout meegenomen. Want dat zag ik eventjes bij het editen van de vorige aflevering. En ik was vergeten. Om hier een chest bovenop te zetten en het is natuurlijk een beetje zonde om 100 miljoen RF te investeren in het apparaat hier om vervolgens je bedrockje kwijt te gaan raken lijkt me niet zo'n strak plan. Oké, okay, maar we zijn helemaal klaar hier zo, dan gaan we nu verder en waar ik nou precies naar op zoek ben zijn structures van de shamanisme mod en van de dust mod. Die dust mod hebben we al een keertje eerder gezien. We na waren namelijk een keertje kijk hier ergens en toen hebben we hier dat furnace in elkaar gezet. Ik zal nu eventjes laten zien wat het ook weer was. En een van die structures ziet er dus als volgt uit. Twee van die crystals om een blok heen. En dat blok kun je dus gaan gebruiken met jouw upgrade. Gewoon met rechter erop, keer BAM. En dat kun je vervolgens weg gaan halen. En dit furnace gaan we vandaag eindelijk gebruiken Alleen niet gelijk, nee we gaan natuurlijk allereerst op zoek naar een aantal structures hier in de buurt En die zijn goed te vinden hier verderop Hier heb je onder andere al een meteoriet Ik zie hier ook een elfenportaal Ik heb, even kijken, hier nog een of ander rood dingetje Ik heb geen flauw idee wat dat is Maar ik moet echt, ik moet echt, echt, echt zo'n structure van shamanism vinden En het moet helemaal niet zo moeilijk zijn om te vinden Maar om de een of andere reden lukt het mij nog niet echt eh, momenteel Dus we gaan eventjes verder kijken de meteoriet is in elk geval geloot. Eén nieuwe press binnen. Dat brengt dus op een totaal van één Silicon Press. Twee Calculation Presses en twee Logic Presses. Nog eentje te gaan. En hier de elf portaal. Hier gaan we eerder ook naartoe afreizen. Hij heeft natuurlijk alles te maken met dat briefje wat we ook gekregen hadden. Na het killen van de Wither. Dat SOS-briefje. Hier verderop zit ook nog een dust setup. Even kijken wat zit hier voor kristallen naast. Groen en rood. Nou weet je wat we doen. Die nemen we gewoon mee. En meenemen. Zo. Ook dat is binnen. Ik wil denk ik vandaag vooral wat met blauwe kristallen gaan doen. Maar ik zal zo meteen nog even alles uit gaan leggen over de verschillende soorten kleurenkristallen en hun functies. Maar nu die fucking shamanism setup. Please, nu. Ik wil hem nu hebben. Hallo. Hallo, Shamanism. Hallo. En daar is hij hoor. De Shamanism Toren. Helemaal boven in de toren zul je een chest kunnen vinden. En die chest bevat, als het goed is, een puzzel. En die puzzel uh, gaan we eventjes oplossen. Of niet? Ik uh, verwacht eigenlijk dat we weer hard gaan strukkelen. Maar we gaan wel eventjes kijken hoe de puzzel helemaal uit gaat pakken. De puzzel zit namelijk verstopt in een chest die hier tussen zit. Tussen het obsidian. Waarschijnlijk kan ik hem ook nog niet openmaken. Nope, ik moet eerst eventjes het obsidian erboven weghalen. Kijk, hier zit echt helemaal ingebouwd. Vraag me niet waarom. Wat hier de toegevoegde waarde van is. Maar het is wel grappig. Uh, zo, obsidian uh, weghalen maar En dan gaan we eens even kijken of hier een puzzel in te vinden is Ja, een ruin puzzel Voor de rest ook nog een aantal andere planten van deze mod Gaan we die meenemen Ja, waarom ook niet, ik heb toch inventory uh, Zo, hoppakee, okay. maar we zijn dus hier vooral Voor de puzzel Dus, die pakken we eruit Openmaken maar, uh, even kijken hoe gaat het ook weer uh, Neerzetten en openmaken Solve the puzzle, make all slots, x Ja, dat is leuk, maar ik zie niks Hallo? P ja, ja dit is ook een puzzel, jongens. We maken een puzzel waar we niet laten zien waar de puzzel is. Dan, dan is het inderdaad een lastig puzzelen. Dat is een lastig puzzeltje, dit hoor. Nou, ik ben nog eventjes op zoek gegaan naar wat extra meteorieten. Ik ging er maar gewoon vanuit dat de puzzel niet meer ging werken. Alleen het zat me toch niet helemaal lekker. Gewoon puur omdat ik dacht dat ik hem al een keertje gemaakt had, die puzzel, in deze versie. Dus ik snapte het al niet. Dus ik ging nog even wat beter kijken in de testwereld. En wat blijkt nou? De fucking puzzel zit achter mijn items hier zo. Oh, 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 jongens. Het is weer ongelooflijk Oké, okay, ja, dan is het moeilijk een puzzel maken als ze de puzzel verstoppen. Misschien is het onderdeel van de puzzel, maar ik weet het niet. Het is in ieder geval de bedoeling bij deze puzzel dat elk hokje hier omgezet gaat worden naar een kruisje. Dus dat gaan we eventjes proberen uh, voor elkaar te krijgen. En er zal ongetwijfeld een makkelijke methode zijn om dit ding op te lossen. Dat je bepaalde stappen moet doen in bepaalde posities. Net als bij de Rubik's Cube dat je van die standaard slagen hebt. Maar ik heb er gewoon geen geduld voor, jongens. Ik ben geen puzzelaar. Het begint me nu ook alweer vrij lang te duren. Dus ik ben nu eigenlijk alweer op het punt aangekomen dat ik alles wil gaan spam klikken. Maar volgens mij is dat ook niet echt de beste methode. De Rubik's Cube overigens kan ik ook geen snars van. De enige manier hoe ik die op kan lossen is door hem stuk te gooien op de grond en weer in elkaar te plakken met seconde Maar dat gaat nu een beetje moeilijk. Ja, ik kan wel proberen mijn scherm op de grond te gooien. En dan de stukjes op zo'n manier in elkaar te plakken dat het. Uh, er goed uitziet. Maar dan ben ik ook nog steeds bang dat dit ding niet gaat openen. Want zodra je deze puzzel oplost, komen de items uit. En die items zijn eigenlijk gewoon complete complete in de garbage gelijk. Dus dat is een, een, een mooi vooruitzicht. Nou, dat heeft ongelooflijk lang geduurd. Maar we hebben alle items. Als je namelijk eens een puzzel oplost, kun je hem gewoon weghalen. Kijk, dan verdwijnt hij ook gewoon gelijk. Maar je krijgt dus deze elementen ervan. In totaal krijg je er vier van. Je krijgt namelijk een fire elemental, air elemental, earth elemental en een water elemental. Kijk, dit is het niveau van al deze onderdelen die eruit komen. Ja, dit, dit dus. Ja, het, het is wel grappig en zo. Maar ja, wat moet ik er verder over zeggen? Dat zijn allemaal echt gewoon van die simpele items. Die niks echt meer toevoegen in dit stadium van het seizoen. Weet je, in het begin van het seizoen zou je misschien denken: misschien heb je er nog wat aan tegen bepaalde monsters. Tegen een blaze of tegen een wither skeleton of zo. Maar ja, nu kan het allemaal gewoon in de garbage. Nou, misschien dat het zo nog leuk kan zijn als je allemaal mops bij elkaar hebt staan. Dan kan je er nog wel wat leuks van maken. Maar ja, nog steeds is het dan niet echt bepaald iets waarvan ik denk: dit is echt superhandig of zo. Want je sloopt echt gewoon je hele gebieden mee. Ja, ik, ik zou dit niet bij mijn huis doen. Ik zou het niet aanraden. En dan zijn we thuis aangekomen en laten we er niet langer omheen gaan draaien. Laten wij het crystal furnace uit episode 3 eindelijk gaan gebruiken. Dit furnace kun je ook gewoon gebruiken als normaal vanille Minecraft furnace. Hier heb je namelijk gewoon je brandstof en hier heb jij het item dat jij wil gaan smelten. Voor de rest niks bijzonders aan. Gaat niet heel erg snel, gaat niet heel erg langzaam. Gewoon een normaal furnace. Maar linksboven zie je al een hokje openstaan die je op kunt gaan vullen. En dit kun je gaan doen door middel van kristallen. De kristallen hebben we gedurende het seizoen allemaal voorbij zien komen. Ik heb volgens mij niet alle kleuren. Die ik mis... Oranje, volgens mij, wat ik zie. Ja, volgens mij wel. En al deze kleuren hebben verschillende functies binnen het Crystal Furnace. De belangrijkste die je echt wel wil gaan gebruiken zijn geel. Die gaat er namelijk voor zorgen dat je items sneller gesmolten gaan worden. Dat is groen. Die gaat ervoor zorgen dat jij een 30% kans hebt... dat je een extra voedseldingetje gaat krijgen als je voedsel erin gaat smelten. Ook erg handig. Maar ik denk toch wel de belangrijkste voor vandaag. De blauwe gaat ervoor zorgen dat wij 10% kans hebben op een extra item output. Dus als je bijvoorbeeld een Iron Inket... Of een iron or gaat smelten in dit geval. Dan heb je 10% kans dat je daar twee ingots van gaat krijgen. Maar ik zal eventjes demonstreren wat bijvoorbeeld het gele kristal gaat doen. Die gaat natuurlijk voor extra snelheid zorgen. Dus normaal gesproken gaat die niet super snel. Kijk, deze snelheid. Maar als je er een kristal bij gooit. dan zul je zien dat zodra die opgevuld is. het moet wel eventjes helemaal aan het einde zijn. Je krijgt ook gelijk een depleted crystal, Maar daar kom ik zo meteen op. Kijk, dan zul je zien dat het item daarna. Veel sneller gaat. Dus dat is een, een, een mooie toevoeging. Vervolgens kunnen we dit weer weghalen. Want je kan niet echt zeg maar. Het kristal wat erin zit. Kan je niet op een of andere manier op pauze zetten. Of uithalen. Of je kunt niet bijvoorbeeld twee kristallen tegelijk doen. Dat gaat allemaal niet werken. Nee. Je moet eerst het oude kristal opmaken. Of in dit geval weghalen. Want ik wil hem eigenlijk niet gaan gebruiken. Nee. Ik wil namelijk gebruik gaan maken van een blauw kristal. Dan gaan we dat lekker op laten vullen en dan gaan we hier gewoon in totaal, wat zullen we doen als demonstratie, laten we hier 20 iron ore in gooien. En dan gaan we gewoon kijken hoeveel er vervolgens geproduceerd gaat worden aan de hand van dit 20 iron ore. En 20 iron ore is omgezet naar maar liefst 31 iron ingots. Dat is echt veel meer dan die 10% die wordt aangegeven. Dus misschien dat de percentages inmiddels veranderd zijn, want dit ligt echt gewoon meer richting de 50% bonus. Maar oké, okay, je hoort mij niet klagen. Oké, okay, maar wat er nu uh, tijd voor is, is om de depleted crystals te gaan gebruiken. Want die depleted crystals kunnen wij dus om gaan zetten naar een nieuw item. En dat gaat zijn de uh, volgende, de crystal wrench. En de crystal wrench gaan we ook gelijk in de praktijk testen. De crystal wrench kunnen we namelijk gaan uh, combineren in combinatie met het volgende, met de pedestals. En de pedestals gaan vandaag een hele belangrijke rol spelen bij het automatiseren van een aantal setups rondom mijn basis... Maar allereerst gaan we kijken naar het recipe, dat zijn gewoon simpelweg wat slabs, wat stone, kan echt alles zijn, diorite zie je voorbij komen, je ziet die side voorbij komen, alles wat je maar wil. En hiermee kunnen we wat pedestals gaan maken. Ik raad wel gelijk aan, oh, achievements, achievements, holy shit, rustig. Nee, maar ik raad wel gelijk aan om twee pedestals te maken, want met één pedestal uh, kom je niet zo heel erg ver. Maar wat kunnen we gaan doen met deze item-pedestals? Nou, ik kan jullie vertellen een hele hoop. Er zijn namelijk heel veel upgrades voor deze pedestals. Die zie je hier al staan, onder andere bijvoorbeeld een sharing-upgrade, milking-upgrade. Je hebt item-droppers, je hebt planter-upgrades. Noem de hele zooi maar op. Maar eigenlijk de simpelste functie zonder enige upgrade is het volgende. Namelijk items transporteren tussen twee pedestals. Het is echt een item transport systeem. Dat gaan we doen als volgt. We gaan namelijk de Crystal rancher bijpakken. En dan begin je bij het outputpunt. Hetzelfde principe als bij de Embersmod. Dan begin je ook bij het outputpunt. Het ontvangspunt. En dat doe je door middel van shave muis op doen. Met de Crystal rancher zal die gaan glimmen. En dan zie je ook al deze particles verschijnen. En de particles zijn eigenlijk niets meer dan het bereik van deze pedestal. Dus alles binnen het bereik van de particles. Articles, dat gaat gewoon werken. Kijk, hier houdt het op. Dus hier zou een pedestal niet meer werken. Dan moet je een extra neerzetten als uh, tussenstop, zeg maar. Oké, okay. vervolgens gaan we het inputpunt ook aanwijzen met de rechtermuisknop En dan zul je zien staan: Link succesvol. En elk item wat je nu op het inputpunt gooit, wordt automatisch naar het outputpunt gebracht. Daar gaan we zo meteen een leuke setup mee maken. Alleen voor nu gaan we ze even weghalen. We gaan namelijk gebruik maken van een aantal upgrades die ik zojuist al liet zien. En eentje daarvan gaat zijn: even kijken: de item dropper. Dus die wil ik zo meteen zo over gaan maken maken wij natuurlijk met een dropper en met een ancient coin en een ancient coin maken wij als volgt ik moet even kijken waar die staat ik zie hem nergens staan ik doe het zo ancient coin oh oh zo ancient coin die maken wij met alle kleuren dust plus een gold ingot vrij simpel recipe en het item wat ik ook nog wil gaan maken is een even denken een import een import coin, een parcel upgrade, item stack import upgrade. zo, dat is een, een heel lang woord voor. Eigenlijk is dus heel simpels. En die maken wij opnieuw met een ancient coin en met een hopper. Ga ik er even bij pakken en dan gaan we kijken wat we op gaan zetten. En dan zetten we dus de import upgrade en ook De drop upgrade in elkaar En dan zijn we helemaal klaar om onze setup te gaan bouwen Ik heb in de tussentijd ook gelijk Even hier wat, uh, wat uitbouwingen gemaakt Ik heb hier de hele muur eruit geramd Natuurlijk stortte de hele berg met zand er in mijn huis Maar dat allemaal op zijde en ik wil hier dus eventjes Uiteindelijk ook het wat mooier gaan maken Gewoon met dezelfde vloer als dat ik hier heb Wil ik het helemaal door gaan trekken tot aan daar Maar daar heb ik nu even geen zin in Zo dat kwam er lekker uit ook weer maar Oké okay, jullie snappen wat ik bedoel en dan gaan we nu kijken Waar we deze nieuwe setup gaan maken want ik ik wil met deze nieuwe setup een automatische voedselvoorziening gaan creëren. Tenminste, redelijk automatisch. Want momenteel moet ik mijn voedsel uit deze fishy totem halen. En ik doe ook een deel hier vandaan natuurlijk uit onze wheat farm. Ik heb by the way F7 nog aanstaan met spannen. Oké, okay. maar ik haal dus altijd hier mijn voedsel vandaan. En ik ben eigenlijk wel een beetje toe aan een wat automatischere manier van uh, voedsel verzamelen. Dus ik moet even kijken waar ik hier in de muur... Een dropgebied wil gaan maken. Dat klinkt misschien nu raar en vreemd en een beetje vaag. Maar zometeen ga ik het allemaal laten zien. Dat doe ik het liefst eventjes in het midden van de muur. Dus even kijken hoe ver we hier zitten qua afmetingen. Zo, dan heb ik een muur even geteld. En die kwam uit op 15 blokjes lang. En dan heb ik bij het midden een inham gemaakt van 3 diep. Vervolgens gaan we hier beginnen met bouwen. We gaan namelijk hier bovenaan de allereerste item pedestal plaatsen. En de tweede item pedestal gaan we hier ergens rondom de muur maken. Achter een chest. Dus we gaan hier een chest neerzetten. Zo, chest. Bam. Gaan we even tijdelijk de muur slopen? En hierachter plakken we dus de item pedestal. En je ziet gelijk: die pedestals hoeven niet per se recht overeind te staan. Die kunnen ook gewoon zijwaarts geplaatst worden op een muur of op een chest. Dan gaan we nu de beide upgrades in het spel laten komen. Eentje is namelijk dus de item stack import upgrade. Die gaan we op de chest plaatsen. Elk item wat hier in de chest gaat komen wordt automatisch geïmporteerd door deze pedestal. En de andere pedestal gaan we opvullen met een pedestal upgrade voor het droppen van items. En ja, zoals de naam al doet vermoeden. Elk item wat daarop komt wordt met een interval van ongeveer 1 seconde op de grond gegooid. En hiermee wil ik een automatisch systeem opvullen. Gaan zetten. Geen maar terug, al die zooi. Oké, okay. en dat wil ik als volgt gaan doen. Ik wil namelijk gebruik gaan maken van deze Burning Totem. En dan gaat dit dus het plan worden. Hier komt de Burning Totem te staan. En dan gaan we beide pedestals met elkaar uh, verbinden. Uh, zo. En vervolgens kunnen we hier wat kool in gaan gooien. Laten we zeggen 8 kool. Dat kool wordt voor de Burning Totem gedropt met een interval dus van ongeveer een seconde. Wordt opgenomen. En 4 kool wordt omgezet naar de energiehoeveelheid van de Shamanissen mod. Nou, is dit natuurlijk niet helemaal ideaal. Want nu knalde energie overal en nergens naartoe. Omdat er overal spleten en weet ik veel wat tussen zitten. Dus we gaan ook nogmaals hierachter eventjes een setup maken. En dan ben ik van plan om het volgende te gaan doen. Even kijken. Hoe gaan we dit goed aanpakken? Ik denk dat ik gewoon hier een hopper neer ga gooien. En vervolgens daaronder ga ik denk ik een nieuwe pedestal plaatsen. Alleen wil ik wel allereerst eventjes kijken of die energie wel erachter wordt gedropt. En niet elke keer ervoor of ernaast ofzo. Ja en het lijkt er inderdaad op dat de energie... Gewoon erachter wordt geoutput. Ja, dat is in ieder geval wel zo, dus dat is mooi. Dan gaan we hier een hopper maken met nogmaals een pedestal. Sowieso moet ik even wat meer pedestals gaan maken. Want mijn idee is om het item helemaal door te gaan leiden naar hier zo, naar de voedselfarm. Ik wil namelijk hiermee natuurlijk mijn voedsel gaan automatiseren. En dit lijkt mij een perfecte plek. Oké, okay, jongens, ik ben even voor dingen craften. En dan ben ik zo meteen weer bij jullie het En dan ga ik het als volgt doen. Ik ga hier nogmaals wat ruimte vrijmaken, ongeveer twee blokjes. Onderaan plakken wij de item pedestal. Die overigens ook licht heeft, zoals je ziet. En daarbovenop plakken wij een hopper. En dan gaat dit een beetje de hele idee erachter worden. Er gaat namelijk gewoon vanaf hier dus die energie geproduceerd worden. Dat komt bovenop de hopper terecht. En die hopper geeft het gelijk door aan de item pedestal. En die item pedestal verbinden wij met het volgende item pedestal. En daarna weer de volgende. En daarna weer de volgende. Tot we uiteindelijk ongeveer daaruit gaan komen. Ik schat ongeveer drie of vier pedestals nodig. Maar hier komt de eerste. Die selecteren we weer met de crystal wrench. Dan gaan we allereerst kijken of het weer binnen het bereik valt. Maar ik ga uit van wel, ja, zeker weten. Hier shift de muis op. En dan zal die energie die er bovenop zit, zal automatisch getransporteerd gaan worden naar de andere pedestal. Oké, okay, dan ga ik het nog eventjes een aantal keer herhalen. Tot we dus aan de overkant zijn. En dan gaan we eens even kijken wat we aan de overkant daar met de energie gaan doen. En dan is het hele pedestal systeem klaar voor gebruik. Ik ga alleen nog even op de laatste pedestal opnieuw een item drop upgrade plaatsen. En dan zal ik nu even gauw laten zien hoe het hele systeem te werk gaat. We gaan namelijk 4 kool erbij pakken. En 4 kool wordt omgezet naar die ene hoeveelheid energie van de Shamanissen mod. Zo, 1, 2, 3 en 4. Wordt dus omgezet, komt in de hopper terecht. En de hopper vervoert het door aan de pedestals. En via al deze pedestals. Komt het uiteindelijk terecht bij de laatste pedestal? Met de dropper upgrade. En dan komt het hier terecht. En dan gaan we hier opnieuw gebruik maken van een nieuwe totem. En deze totem komt er in de vorm van de Bonsai Totem. Iets in die richting. Ik zal hem even bijpakken hier zo: Bonsai Farmer Totem. En die maken wij met 6 enchanted wood. Dus dat gaan we allereerst even pakken. Heb ik weer carved wood nodig? Wat we maken met dat mesje en met wat hout. Dat is echt lang geleden dat ik dat ding gebruikt heb. Dus ik vraag me af of ik hem nog ergens heb liggen. Ja, zeker weten. Zo, hier heb ik hem binnen. Uh, zo, 6 Enchanted Wood is binnen. Vervolgens maken we nog 2 van deze hosts. Uno en Dos. En dan gaan we hier over naar de Diamond X, En al deze items combineren we tot aan de Bonsai Farmer Totem. En deze Farmer Totem gaat simpelweg gebruik maken van een sapling die je onder de totem zelf plaatst. Dus ik ga even een sapling erbij pakken. En volgens mij werkt het niet met de saplings van de dust mod, dus dat is wel jammer. Maar ik wil hem natuurlijk gaan gebruiken voor voedsel. En dan zal een Oak Sapling perfect gaan werken. Want ja, zoals jullie weten, de Oak Sapling uh, gaat ons voorzien van wat appels. Heb ik ook nog dirt bij me? Nee, even hier vandaan halen. Jongens, cut, cut, cut. Even hier. oké. Okay. Uh, zo. En dan ga ik hem, denk ik, eronder plaatsen. Dus hier gaan we een blokje dirt plaatsen. Hier komt dan de sapling te staan. Daarboven gaan we de bonsai sapling-ding uh, uh, geval neerzetten. Dan gaan we daarvoor weer een blokje sandstone maken. En vervolgens komt er dus vanuit de dropper. komt er zo'n energiehoeveelheidje uh, voor te liggen. Dat gaat hij opnemen. En dan gaat hij via de sapling. gaat hij dus de drops verzamelen in de vorm van wat leaves, een stick. Chest, nee geen chest, dat was een grapje, grapje, geen chest, uh, ook wood en natuurlijk ook de appels waar wij het vooral voor doen. Maar het ook kunnen wij weer omzetten via de furnace, krijg je weer charcoal uit en dat kunnen we weer vervolgens in het systeem gooien. En zo heb je eigenlijk gewoon een infinite loop van voedselproductie, charcoalproductie en noem de hele zooi maar op. Oké, okay, maar nu is het natuurlijk nog eventjes zaak om voor ons hier ook een hopper neer te gaan zetten. En dan gaat de setup er denk ik als volgt uitzien. Ik heb namelijk hieronder een energy chest staan met erbovenop natuurlijk een hopper. En dan gaan we gewoon nog één keertje het hele systeem testen. En dit gaan wij doen door middel van een hele stack met kool. En dan ben ik heel erg benieuwd hoeveel er dan nou eigenlijk uit gaat komen. Want natuurlijk is dit wel een beetje de climax uh, van het hele project. Dus even uh, kijken, heb ik nog kool hier ergens liggen? Ja, kijk, hier zo stackje erbij pakken. En dan ben ik heel erg benieuwd hoeveel dat gaat produceren. Energy chest hier, de andere energy chest. We gooien het erin. En dan gaan we nog één keer het hele systeem volgen. Kool wordt omgezet naar de hoeveelheid energie van Shamanism. Die geeft het door aan de pilaren. Kijk, hier is de eerste. Hier is de tweede. Hier is de derde. Uh, vierde. Ja, het is een, het is een heel dolop geworden. vijfde, zesde, en dan komt het hier terecht. Energie wordt opgenomen door middel van de Bonsai Farmer Totem. Die gaat vervolgens item produceren. En die items komen allemaal daar in de hopper terecht. Die geeft het door aan de Ender Chest. En die Ender Chest kunnen wij gewoon lekker vanaf de plek beheren. Waar we ook het kool erin gooien. Oftewel een geheel automatische manier van voedselproductie. Maar dat niet alleen. We kunnen ook opnieuw het oogwood gaan gebruiken om charcoal te produceren. We hebben genoeg saplings. We hebben genoeg planks, sticks. En voedsel, natuurlijk, waar we het vooral voor deden. En dan uh, ben ik helemaal tevreden met dit gehele systeem. En dan is dit de opbrengst van de allereerste stack met kool die we geïnvesteerd hebben. En ja, je ziet gelijk al, het is de investering dubbel en dwars waard. Ruim een halve stack met appels waar we het eigenlijk voor deden. Maar daarbij komt ook nog genoeg oakwood om weer charcoal terug te produceren. Wat we weer in het systeem kunnen gaan gooien. Daarbij komen ook nog leaves, oak saplings, sticks, planks. Kortom, denk ik toch wel een, een succesvol systeempie. Ook heb ik in de tussentijd even gekeken naar het systeem hier zo. En toen zag ik dat de gehele batterij hier opgevuld is. En dat kan natuurlijk maar één ding betekenen. Namelijk dat we onze allereerste bedrock blokjes in ontvangst hebben kunnen nemen. Alleen daar komen we op in de volgende aflevering. Want voor nu zijn we alweer aan het einde aangekomen van deze tiende aflevering van deze serie. Hopelijk hebben jullie echt zoveel genoten van deze serie. Ik in elk geval wel. Allemaal mods waar ik eigenlijk nog nooit mee gespeeld heb. En het is uh, gewoon weer een hele nieuwe manier van de modded Minecraft wereld. Maar bedankt voor het kijken dus. Heb je ervan genoten? Doe dan zeker dat blauwe duimpje omhoog. Want natuurlijk motiveert het nog altijd enorm. En dan zie ik jullie graag volgende keer weer terug. Bij een gloednieuwe aflevering van de Spring Break. back jongens bye bye